Zo, vandaag is het een hele bijzondere dag. Dus dit is vlog 100 die online is gekomen. Dus ja, en het is vandaag de eerste keer terwijl ik deze vlog opneem in de Efteling, zoals de kenners al hebben gezien. Dus het is de tijd voor een feestje. Dus wat kan je nou beter doen om vlog 100 in de Efteling te maken? Dus ik wil kijken, plezier, doe even duimpje omhoog. Laat even een leuke reactie achter in de comments. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dan even voor abonneren drukken. En even dat een belletje. Dan krijg je een melding als ik weer een feestelijke vlog online heb gegooid. Dus veel kijkplezier. Ik kan jullie gezellig even met mij mee. Nou, dat is weer jammer. Is de Vliegende Holland nu gewoon buiten gebruik, net als de Piranha. Ja, dan ga ik even op zoek naar een ander leuk iets om in te gaan. Maar het levert wel mooie beelden op nou. Gewoon de Vliegende Hollander. Zonder water in. Ga ik naar de andere kant toe lopen, dan kan je het beter zien. Ik weet niet als jullie daar dat witte zien. Dat zijn stijgers en daar worden werkzaamheden verricht. En daar in de verte zijn ze ook druk bezig met de opknapwerkzaamheden of onderhoud. Hoe je dat ook wilt noemen. Dan ga ik daar naar de overkant lopen en kan je het mooier zien. Hier kan je wel de technieken mooi zien van Vliegende Hollander. Want het is een soort achtbaan. En je vaart ook, maar dan word je aangedreven met een ketting waar een karretje aan krijgt. Dus die techniek kan je hier mooi zien nou. Dus je gaat eerst over die en zijn we voorheen. Dan maak je hier een splash. En dan ga je uiteindelijk het water in. Dan kom je in deze bocht uit. Om zo weer naar binnen te gaan. Dat gebeurt allemaal met de ketting die jullie kunnen zien. Dat twee smalle strookjes zet de ketting in. Ik zal even verder inzoomen. Ja, daar zit de ketting. En dan wordt het bootje daar aangehaakt en ga je zeg maar varend naar binnen toe. Dus je kijkt je achter de schermen van de werking van de attractie. Toch zijn, ga ik gewoon even een ritje maken. Niet omdat het moet, maar omdat het gewoon kan. Ze rijden vandaag met twee treinen. Zo, ik heb de ingang gevonden. Ik ga voor de single rijden, dus het is gewoon enorm lang wachten. En ik ben toch alleen, dus als ik nou alleen erin ga in een karretje of ik ga naast een vreemd iemand, maakt voor mij niet zoveel uit. Kijk, als je nou met een paar mensen bent en je met z'n allen erin wilt, dan is het zo leuker om via de gewone ingang te gaan dan via de single rijden. Sinds mijn laatste bezoek is het tassensysteem veranderd van Baron. Python bedoel ik, excuus. Dus je moet je tassen nou meenemen of in de plaats achterlaten. Wat vinden jullie daar van de nieuwe regel? Laat het even weten in de comments. Ik ga even een lekker ritje maken en kom ik zo bij jullie terug.
Zo, dat was een rondje Python. Blijft het een leuke baan. En heel soepel weer sinds met de vernieuwing. Van bijna een jaar geleden ging hij in onderhoud. 6 januari of zo, volgens mij vorig jaar. Dat was de laatste dag of zo. En daar was ik bij. Ik heb het allerlaatste ritje meegemaakt. Dat was op een zaterdag, weet ik nog niet. Want die zondag zou eventueel open gaan, maar ze hebben die zaterdag gewoon het laatste ritje gemaakt. Omdat het te koud was die dag daarna. Dus het was leuk om bij te zijn. Een andere YouTuber heeft dat er wel op staan. En ik mag zijn beelden niet gebruiken. Zo, ik heb wat te drinken gehaald. Het is een chocolade special. Met marshmallow, slagroom en kokossiroop. Dus, ik ben erg benieuwd. Het is een tijdelijk iets voor in de winter. En die ga ik lekker opdrinken. Wat ze uitzeggen over de Vliegende Hollander die buiten werking is. In onderhoud namelijk. Daar voor mij is nou de Python die omhoog gaat. En op de achtergrond zo horen jullie nog eens in het hart. Dus ik ga hem even lekker op drinken. Dan kom ik bij jullie terug. Zo, we zitten in de kisttrein. Dan gaan we met de trein naar de andere kant van de park. Dan kwam bij de Python opgestart. Achter is jongens in het raak van de Python. Ze laten we even naar de droomdunst en zo gaan. Even te gaan kijken. Tijdens de winter Efteling heb je andere dingen wat je kan doen dan tijdens de gewone Efteling. Bijvoorbeeld langlopen. En je hebt entertainment zoals de kinderkoor wat jullie net zagen. Maar bij de Villa Volta heb je vanavond een projectie. En dat is alleen tijdens de winter Efteling. Dus dat wou ik jullie ook straks laten zien. Maar moet het eerst donker worden en het is nou nog niet donker genoeg. Dus moeten we toch even wat andere dingen nog doen, voordat ik dat kan laten zien. Het is altijd wel leuk dat. Dus een hele andere sfeer dan de normale Efteling. Wat vinden jullie leuker, de gewone Efteling of de winter Efteling? Ik ben benieuwd, ik vind ze alle twee wel leuk. Zoals negen pleinen verstaan in de zomer. En nou met ze allemaal andere leuke dingen, zoals schaatsbaan en zo. Ik ga niet schaatsen, want het is tijd te druk nou voor. Dus ga je weer even door naar de volgende plek, Efteling. Dat laat ik jullie dan even zien. Ik sta nu bij het Efteling Museum. Normaal sla ik hem open, maar nu wil ik jullie wat heel leuks laten zien. Dus ga ik toch even in de tuin kijken. Dus daar staat het namelijk. Ze hebben een stukje van de Pythonbaan in de tuin gezet. In het museum. Maar je kan hem gewoon aanraken. Hij is wel een beetje vies, maar komt denk ik door het weer.
Zit ik op de Python. Ja. Zit nou gewoon op de Python, jongens. Hoe leuk is dat? Zo, dat is wel een leuke iets dat de Efteling een stukje oude Python heeft bewaard. Nu ben ik weer wat anders tegengekomen. In de Efteling kan je een euro in een automaat gooien en dan krijg je een eitje. Dus ik heb hier een euro tevoorschijn getoverd. Dus laten we die even in de automaat. Oh, dat is jammer. Deze automaat is tijdelijk buiten gebruik. Nou, dat is jammer. Hou ik de euro gewoon weer op zak? Kan ik daar een ijsje verkopen of zo? Bij de McDonald's. Nou, de Efteling heeft weer een ijspaleis. Ik heb het wel laten zien dat hij gebouwd was. Maar ik ben er eigenlijk nog niet binnen geweest. Dus we gaan even binnenkijken en dan gaan we even kijken wat we daar aantreffen. Nou, hier hebben we het kasteel achter iets. We hebben daar een trap en aan de andere kant een trap. Daar heb je een schaatsbaan, kan je ook naar buiten. En daar heb je een springkussen. En hier komt een entertainer. Gaan ze zingen en dansen. En dat is een klepbaan en met een band naar beneden. Prins Kendrick, als het zo warm wordt, ben ik bang dat ik smelt. Oh, nee, prinses, dat zal niet gebeuren. Jij zal niet smelten. Oh, gelukkig. Doe mij maar na. Oké. Dan maken we samen vuur. Zo, maak je warmte. En dan verspreid je die warmte zo. Goed zo. En dan schiet je je vuurkrachten zo omhoog. En naar de zijkant. En hier wordt schaatsbaan buiten. Het was binnen helaas te druk om te vloggen. Dus dat laat ik nog wel een keertje op een rustige winterse Efteling vlog zien. Dat is nou het opgedrukt, hè, met de eerste kerst. Morgen verwachten ze nog meer mensen, dus ik laat het even zitten voor de volgende keer. Maar ik laat het nog wel een keertje zien. Nou, we zijn aangekomen bij de Vogelrok. Ik heb hem al een keertje gedaan, de vernieuwde Vogelrok. En hij is een beetje anders geworden. Wat vinden jullie leuker, de oude of de nieuwe Vogelrok? Mocht je de nieuwe al hebben gedaan? Ja, ik ben net weer in een Vogelrok geweest. En er zijn een paar kleine details. Ik zou niks verklappen voor diegenen die nog niet zijn geweest. In een vernieuwde Vogelrok. Maar aan de rit is niks veranderd, zeg maar. Alleen qua beleving is hij een beetje anders. Ze rijden weer met drie treintjes. Ze hadden problemen met de laatste remmen, zeg maar. Net voor het station waar je af werd geremd. Maar die werd niet als fijn ervaren en nu wel weer. Ik ben net daar stopgezet omdat ze te langzaam waren met het eerste treintje, zeg maar. Dus het is wel weer leuk om met de drie treinen te ervaren. Maar het is altijd wel leuk om in te stappen, zeg maar. Dus het begint al lekker donker te worden. Dus ik ga nu even wat anders leuks op zoeken. En even kijken qua file Volta als dat al werkt met de projecties. Als die al doen. Niemand zou het ontstegen. Niemand staat mij in de weg. Voor de duivel ben ik niet bang. Nergens in uw eigen huis, nog waar ook ter wereld, zult gij rust of vrede vinden, nu gij Gods huis geschonden hebt. Nou, dat was een stukje projectie van de Villa Volta. Ik
hoop dat jullie het leuk vonden. Nou, we zijn even met de trein geweest. We komen hier bij de halve maan weer uit. Het is daar mooi veel licht in het donker. Het zijn allemaal kerstverlichtingen en zo nu. Het ziet er erg mooi uit. En deze gaat ook harder en hoger dan bij andere pretparken, heb ik het idee. Of is dat net een illusie, net als Villa Volta. Ik ben net twee keer in een Baron geweest. Het is in het donker nog leuker dan overdag. De eerste keer zat ik op de tweede rij. De tweede keer zat ik op de eerste rij. En de eerste en de derde rij vind ik het leukst. Welke rijje van de Baron vinden jullie het leukst? Laat het even weten in de reacties. Zo, ik ga nog even naar andere leuke attracties doen. En het is hier heel sfeervol. Dus het blijft leuk om in het donker naar pretparken te gaan. Dus tot zo. Dat is jammer. Kom ik bij de bobslee aan? Wat? Heeft hij een storing? Ik in een kleine reuzenrad zit. Ze park ik al bijna dicht, helaas. Ik ben net in de bobbaan geweest nog. Hij had een kleine storing toen ik in de wachtrij stond en ging ze ontruimen, maar een paar minuten later ging hij weer door. Dus, ja, dit leuke reuzenradje is ook tijdens de winteropsling als extra attractie. Dus het is wel leuk, kan je eigenlijk wel een oorrijs zien met een beetje geluk. Die is nu aan de gang, dus misschien op de achtergrond zien jullie hem. Even kijken. Nou, ik zie hem wel spelen, maar het is net te donker. En je zit er met de bomen. Dus ja. Bedankt jullie voor het kijken naar deze vlog. Oh ja, hier. Daar gaat hij, op de achtergrond. Ik vind dat hier een hele andere leukere plek. Ja, dat ziet er wel leuk uit van het, vanaf het reusgras. Bedankt jullie voor het kijken naar deze vlog. Doe even een duimpje omhoog.
Laat even leuke comments achter in de reacties. Mocht je een leuk idee hebben voor mijn YouTube kanaal, laat het ook even weten. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan eventjes. Want in 2019 ga ik door. Er komen hele leuke, toffe dingen aan. Ik kan helaas nog niks verklappen, maar één ding weet ik zeker, jullie gaan het tof vinden. Tenminste, als jullie nog interesse hebben in het pretpark, kermis en andere vlogjes. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!